De foto's zijn gemaakt, dames en heren. Bas Krebas neemt weer plaats in de bike. En u mag in de handen zo dadelijk, dames en heren, voor de man die deze baan op zijn duimpje kent. Hij trainde hier jarenlang aan de baan. Nu heeft hij een vrij entrainement in band. We hebben het over Bas Krebas en hij wint met Kiss and Ride. Uw applaus. Daar achteraan de binnenkant, oh, dat doet hij heel goed, die Yannick Mollema. Die maakt aan de binnenkant heel wat meters goed. En dan komt hij met die knock on wood. En die komt nu naar een gedeelde tweede plaats. Hiltje moet alles buitenom doen met haar Kimberly Swish. En zo liggen we dan in de laatste rechte lijn. Hebben we nog zo'n 200 meter af te leggen. Waar Pieter Wit aanvallen krijgt aan alle kanten. Aan de binnenkant van knock on wood. Aan de buitenzijde is het van Kimberly Swish. En Kimberly Swish gaat de leiding overnemen. Maar knock on wood geeft partij aan de binnenzijde. Knock on wood aan de binnenkant. Kimberly Swish aan de buitenzijde. Het gaat op haren en slagen. Millimeterwerk hier. In de laatste meters in de schaduw van de finish. Wint nog on Wood. Voor op de tweede plaats Kimberly Swish. Dan Hint Beukenswijk en verder weg Pieter Wit. Opgelet, dames en heren. Het onderzoekcomité is afgerond en heeft geleid tot een wijziging in de uitslag. De eerste aankomende, paard nummer 6, Knock on Wood, is alsnog uitgeschakeld wegens het aan de binnenkant van diverse palen gaan in de laatste bocht, wat reglementair niet is toegestaan. Zodat de winnaar nu mag worden genoemd. Paard nummer 8, Kimberly Swish met Hiltje Tjalsma. Deze combinatie graag naar de ereronde. Tweede geplaatst werd nummer 3, Hint Beukenswijk. Derde de 2, Pieter Wit. Vierde de 1, John Europoort. En vijfde de nummer 5, Ivy Fortuna. Dames en heren, de bloemen zijn intussen uitgereikt aan Hiltje Tjalsma. Zij wint met Kimberly Swish. De vliegende vriezin, Hiltje Tjalsma. Kimberly Swish, u mag in de handen. Kort verlies voor de Joe Max en zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Nog 200 meter te gaan. Het is aan de buitenzijde. Felicio de Jomax die de leiding heeft overgenomen van Golden Avenue, dan Born to Run. En zo zijn we dan in de laatste meters. Felicio de Jomax, daar komt Golden Avenue terug voor meer. Golden Avenue probeert het hard, maar Felicio de Jomax die wint de koers. Golden Avenue tweede, MOGG derde en vierde is Born to Run. Ja, dames en heren, we memoreerden het al eerder. We zeiden het al, de thuistrainer Bas Krebas. Nou, dat mogen duidelijk zijn in deze laatste koers. Het hele trio uit de stal Krebas. De uitslag is officieel, dames en heren. Nummer 8, Felicio de Jomax met Tom Kooijman wint de koers in 1:21.4. Tweede geplaatste nummer 3, Golden Avenue. Derde de 7, Emmero GG. Vierde de 6, Born to Run. En vijfde de 4, Fleur Zwageman. 8, 3, 7, 6, 4. En daar komen de winnaars, dames en heren. Felicio de Jomax, de 6-jarige vosruin van Rodrigo Jetta Geliza. Gefokt in Frankrijk in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krebas en de winnende rijder is Tom Kooijman. Uiteraard voor Tom ook de bloemen beschikbaar gesteld door de orchideewinkel en Brokhof. Schitterende boeketten. Just like the Sunday morning light. Nou, Emmeloord, u mag zich nog één keer laten horen voor onze laatste winnaars. Felicio de Jomax, Tom Kooijman.